De NV Energiebedrijven Suriname zal vandaag en morgen een bijzondere transportoperatie uitvoeren vanuit de Nieuwe Haven naar het Oganecomplex aan de Bethesdaweg. De operatie start vanavond om 8 uur en duurt tot 4 uur in de ochtend. Hetzelfde geldt voor morgen. De route zal als volgt worden afgelegd. Havenlaan Noord van het Hogerhuisstraat, Willem Campagnestraat, Jagannath Lajmanstraat, de Koesewijnenstraat, Tironneweg, Indira Gandhiweg, de Latourweg, Aitkantiweg, Pandit Paltan Tewariweg, Sir Winston Churchillweg, Bethesdaweg, EBS-complex Ogane. Het transport zal door de politie begeleid worden. Voor de operatie zal de EBS laaghangende elektriciteitskabels ontkoppelen en daarna weer verbinden. Hierdoor zullen enkele gebieden langs de route voor korte tijd geen stroom hebben. De EBS vraagt de samenleving om rekening te houden met deze operatie.